We zijn vandaag op Ameland bij de aftrap van de vaccinatiecampagne voor de Waddeneilanden. We zijn heel blij dat het gelukt is om vandaag de vaccins hier naar Ameland te laten komen. Fantastisch voor de inwoners van Ameland dat ze niet naar de vaste wal hoeven. Dat voor mensen van 75 jaar en ouder een grote opgave zou zijn. En dan is het fantastisch dat het hier op het eiland de vaccins gegeven kunnen worden. Doordat het weer gisteravond en vanmorgen dermate was dat de helikopter niet kon vliegen, maar er gelukkig minder ijsvorming was op de Waddenzee, konden we toch nog met een extra schip de vaccins vervoeren naar Ameland. Van de boot wordt het weer vervoerd met een gecertificeerde vervoerder, volgens de RIVM-richtlijnen, naar de vaccinatielocatie. Ik ben werkzaam in de ouderenzorg, dus ik heb er heel erg naar uitgekeken om deze vaccinatie te krijgen. Want je bent dan toch beter beschermd voor de kwetsbare ouderen. Op Vlieland en Schiermonnikoog worden de 60-plussers en de zorgmedewerkers gevaccineerd. En op Ameland, Terschelling en op Texel worden de 75-plussers en de zorgmedewerkers gevaccineerd. Het is een hele logistieke uitdaging voor ons. We zitten natuurlijk op een vaste wal waar we al uitgebreid getest hebben met de vaccinatie. En nou op het eiland is er wel weer een nieuwe uitdaging. De materialen moeten hierheen, het vaccin moet hierheen, de mensen moeten hierheen, die moeten uitgenodigd worden. En het is een goed logistieke organisatie die eigenlijk vandaag hartstikke goed loopt. Ik vind het zo ontzettend gaaf dat we met zoveel partners en eigenlijk met, zoals we dat in het Fries zeggen, met de Mienskip, dus met z'n allen zeg maar, ervoor zorgen dat de mensen gevaccineerd kunnen worden.